De Roldebrink in Emmen, vandaag een rustige straat. Volgens buurtbewoners veroorzaken bewoners van dit pand veel overlast. Scheldpartijen, vechtpartijen. Er is al zelfs een steekincident geweest. En we zijn eigenlijk elke week komt er wat politie hier aan de deur en we zijn er eigenlijk wel een beetje spuugzat van. De politie spreekt het verhaal van de buren tegen. De buurtagent zou goed contact met de huisbaas hebben en de overlast zou niet extreem groot zijn. Omwonenden bellen de politie niet meer omdat ze zich niet serieus genomen voelen. We worden van kastje naar de muur gestuurd. De politie zegt bel de gemeente. De gemeente zegt van bel de politie. Nou, dan is het toch zoek eigenlijk. In het pand worden 7 kamers verhuurd. De man die de deur open doet wil niet voor onze camera reageren. Maar een praatje maken wil hij wel. Van overlast is hem niets bekend. Hier zo? Ja. Weet ik niet. Nee. Ik heb wel gehoord dat de politie is best bezig, maar ik niet. En als ik dus... Natuurlijk hebben we ook geprobeerd om contact te zoeken met de huisbaas van het betreffende pand, maar die wilde niet voor de camera reageren. Volgens de man wordt de overlast veroorzaakt door een van de bewoners, die binnenkort verhuist. De huisbaas hoopt dat dan de rust in de buurt weer terugkeert, maar daar heerst vooral angst. Mijn kinderen zijn zelf ook bang. Alleen die scheldpartijen, nou dan durven ze alleen helemaal niet achter thuis te zijn. Ik stuur mijn kinderen echt al gewoon naar de schoolplein. Van ga daar maar spelen, want daar ben je veilig. Ze kunnen hier helemaal niet spelen. Stel eens voor dat een bal tegen een raam komt. Of dat ze een keertje deurtje gaan bellen. Nou, ik sta niet voor de gevolgen in. Wat gebeurt er dan? De gemeente Emmen kon vandaag niet op de zaak reageren.